Zoon en Bergen. En wie is het snelste weg? Oeh, heel snel daar. 6, 6, 7. Rick Schaakraas, de andere Hoepersdam moet dat zijn. En dan zien we daar een man uit Veghel daar op die tweede plaats. En ik denk dat dat Bram Ronken is. Bram Ronken daar op die tweede plaats. Andere Zoden, die zit er lekker bij. Jimmy Schijf, net uit het gips. En als hij speelt, hebben die baan in natuurlijk. Zo moeten, dames en heren. Dan gaan we nog verder kijken wie erbij zit. Jens van Geffen en Duncan Schrevers, die zitten natuurlijk ook erbij. Klein, maar ze gaan verschrikkelijk hard. Rick Schakeraad uit Berlikum, die gaat hier aan de leiding. De man met startnummer 607 en de tweede plaats die is voor 201 of komt de 204. 204, Jimmy Strijd, binnendoor, gaat hij hard naar de tweede plaats. Kijk eens, net uit het gips, vervelende besturen, maar daar komt die aanval en het gaat lukken ook. Jim wordt hier tweede. Oh, wat is de lijst, race 33 boven vandaan, die daar binnendoor probeert die derde plaats te pakken. En dan zien we ook daar recht eraan komen, Jure van den Hater, de man uit Nieuwland vandaan. Oeh, valpartij is hier op het laatste stuk, we staan gelukkig snel op. Kom maar een stuk daar van profiteren, hoe hij wordt toch nog derde. We gaan kijken naar de volgende race. Race 37 is inmiddels vertrokken. En dan zien we daar hele snelle namen bij. We gaan kijken naar Berend Zweeds, de man van de deurtrappers. Zit hij aan de leiding? Het is de 122 inderdaad. Berend Zweeds, hij gaat hier aan de leiding voor de man met 302. En de 302 is Ryan Saki van de Lyon Dog. Race 38 is inmiddels vertrokken en we gaan kijken de man in het blauw-zwart die daar naar voren gaat komen. De man met 124 kracht van Veldhoven. Bram van Veldhoven hier op een eerste plaats. We gaan kijken naar Mika Gordijn. Bender. Met een van Victor's Vereniging Veldhoven. En wie hem dan op plaats 04? Blijven zich in ieder geval af.
met boys, 11, girls, 12 jaar. Nog ook een drukke dag dus voor deze leeftijdscategorie. En is de dame Sanne Vollenberg die aan de leiding gaat. Zijn met je mee. Rona Lemmens van fietsersvereniging Dream Team op een mooie tweede plaats. En deze twee zijn redelijk los op de rest van het veld. En zo lijkt de winst te kunnen gaan naar Sanne Vollenberg. Maar goed, is in de kraan met nog een paar meters te gaan. Op de 4-4-7, Jan van de Kamp uit Nieuwland gevolgd op plaats 3. En de vierde plaats de nummer... En tegen de nummer 2, maar dat zal ik dan wel verkeerd hebben gezien. Dat zal dan van de eerste zijn, pas van de steen, denk ik. Goed, race nummer 60, wagen we ons dan naar de berichten. Boys 12, girls 13 jaar, nogmaals is met Kevin Sisse, Harm Slenners, Niels Hopo, Delano van Tiepenhout, Pion Adams en Tijmen Derks. En dat is de nummer 53, Kevin Sisse uit Os, die aan de leiding gaat. Kevin Sisse, we verwachten hem voorin en hij voldoet aan de verwachting. Hij zit ook voorin. Niels Hopo volgt, FCV Amazone is in de tweede plaats. Maar in zijn fielstok zit daar de man met nummer 652, dat is Tijmen Derks van de Wikros. En dat is er eventjes niks, dan krijgen we de nummer 228, Harm Slenners, de deurtrapper uit Lexchester ook. Hij is de wiels zijn, Tim van den Broek, nummer 244, gaat hier aan de leiding inderdaad. Hij neemt met zich mee Ilona van Heuvel, Ricardo de Bier, Robin van Schaik, Sebastian Lahaye en Lisanne van der Burg. Maar het is dus de man uit Schachel die hier aan de leiding gaat. En wie loopt hij dan met zich mee? Kom op, ja. Ricardo de Bier inderdaad, die zit er heel dicht bij. En dan zien we daar achter nummer 282, Robin van Schaik, dat is Liedelboer, Valkenswaard. Oh, dan kom op, meid. De partij ook van Sebastian Lahaye, van de Maaslenster. Helaas onderuit gegaan op het laatste stuk hier. Even dus zorgen dat de rijders die eruit komen daar rekening mee houden. Sebastian ligt daar nog wel een beetje in de weg, denk ik. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld aanwijzingen moeten opvolgen van de chief commissaire, zoals het ook zo mooi heet. Op de baan Nina van der Boom, Tijno van Kempen, Vino van Rijswijk, Anja Jacobs, Demi Klaassen, Danny Bierdrager. En dat is de dame met nummer 176. Nina van der Boom, Lien Dommer die aan de leiding gaat. Zijn net al met zich mee, Vino van Rijswijk, Amazone, dan nog een keer Amazone. Dat is Anja Jacobs. Op plaats nummer 3 zit het dus ook goed bij. Wie is hier goed onderweg? Het is nummer 351. En dat vraag ik me af, want ik ben een goede lijstje hier momenteel opgevraagd. Dat is de 35, ja, Jens van Uitelaar. Nee, dat is wel moeilijk te lezen. En dan krijgen we zo'n roepen natuurlijk heel snel erbij. Maar lees nog even maar in plaats aan de leiding. Leon Boorders. En daarachter was het volgens mij Koen Bonnevoet van de fietsbestrijding Nieuwland. En daar daarachter de voet van Leon Boorders geweest. En dat zal dan Dennis Lenzen geweest zijn op een mooie derde plaats. Riesel 68 van Boys 13 jaar, Niels Kersten, Boy van Arsel, Bas van Bommel, Ruben van der Laar, Rocco Voets en Nick Stinkels, de eerste 4 gaan mee naar de halve finale. De 140, Los van Dommel aan de leiding, de Woeper uit Berlingham, hij neemt in de 230, Niels Kersten en de Wiepers op plaats van de tweede. En daarachter is het dan, als het goed is, Boy van Arsel met nummer 38 inderdaad, de man uit Amazone op een mooie derde plaats. De vierde plaats wordt bezet door Rocco Voets van de Leeuwster, en dat is een mooie, volgend jaar krijgt hij volgens mij weer een ander nummer, en dan krijgt hij nummer 35. En dan is het op plaats hier al 3 van mijn Leon Doorvogelswaard, 10 van de Dijssel en daarachter Barcoeren de Plakpunter. Oei, dan een vervelende valpartij in de volgende lid, dat is Nieland voorbereid, wat een bekende verroeder geweest zijn. Dat kan bijna niet missen, want ik heb nog een keer Nieland staan op het lijstje. Kevin Verroeder inderdaad, fietsbusclub Nieland nummer 23, dat is zijn tweede nummer. Rowan Struijker op de baan, Mike Jones, Mitch van Boer, Bram Vrieler, Romane Brok, Pepijn Averink en Wessel Averink. Dat zijn de mannen momenteel op de rust gaan. Het is de 108, Rowan Struijker namens Noor, die nu de leidende positie nog heeft gekregen. Want de koper heeft gezet, maar hij heeft een tweede valpartij van zijn collega-concurrent. 3-5-4 voor de plaats van 2, Mitch van Boer, de uitbraak uit Lexchester. En dan maken we voor een race nummer 72 van de Waterly Boys, 14 jaar. Dit is een beetje lastig als je bezig bent met een startprocedure, denk ik. Ik wil niet dat aftellen. Je gaat toch twijfelen als je op het hek staat. Even kijken, we gaan onderweg met Koen van der Wijs. Ja, die is al heel snel getrokken trouwens hoor. Prachtig, Stoutse Horen, dat is de fietsmanslip waar hij naar vooruit komt. Dat zal ergens bij Heesdijk Winter liggen, denk ik zo. Jon Naert, Jelle van der Spijker, Max Hombo, Roy Eksters. Raiko van der Sluis, Erik van der Wiel, Tom van Os. Dat zijn de volgende mannen op de baan. We hebben dan de levenscategorie Boys 14 jaar nog steeds. 4 gaan we meenemen naar de halve finale. Het is Van der Wijs aan de leiding. Van der Wijs dus. Dat is de leading man. En dan is er even niets. En dan krijgen we van de 33. 733. Dat is Erik van de Wiel. Van de Woepers en Berlingham. Hij zit er goed bij. De tweede plaats. Dat was een boek. Holen en wel vallen. Beter even de hoofd toehouden. En het tot een... Maar hoe? Dat weet ik niet. Van de Wijs voor de plaats nummer 2. En daarachter is het voor de eerste Rinko Voets. Dan naar de volgende groep Stijn Douwe, Robin van Mil, Donny van Lipski, Wesley van Bergen, Thijs Kloet. De eerste vier gaan weer in de kwartfinale. Kwartfinale ook, hè? Deze kan 3 boys, 15, 16 jaar.
Stijnauer van de Wiels weet het. Dirk is in de pocket. Nu nog tot een goed einde brengen. En dan komt het helemaal goed in zijn eerste foto. Daarachter is het Westie van Bergen. Nuland op plaats nummer 2 is. Met de groene plaat. En daarachter achter de vierde plaats Thijs Koetwaai. Dit wordt dan een heel mooie plek voor de 277. Robert van Miel. Amersoy. Hij heeft die vierde plaats. Nou, ja, dat is een belangrijke plek hoor. Want de eerste vier gaan dus door. Daarachter komen de mannenmakers. De deur trappen naar de Luiks Nestel op plaats nummer 2. Kijk eens even achterom. Is dat voorsprong niet groot? Deze bedrijven die rustig aan te gaan doen. Voor toch een lange dag misschien. Louis van de Boom, nieuwe door op plaats nummer 3. En daarachter de 3-1 Mike van Rooijen, Veldhoven, een belangrijke plek, de vierde plek. Racing nummer 7 van Zenigland, Boys 15-16 jaar met Tim Drummelen, Roy van Tulburg, Ramon Wilson, Leroy van Hartsel, Matthijs Den Ouden, Ramon Basten, dat zijn de mannen momenteel op de baan. We zullen eens kijken wat is regen 5 die goed rond gaat, Tim Drummelen. Tim Drummelen inderdaad op de eerste plaats. En daarachter is de topplaats van de 259. Raya van Hees en weer aan de leiding. Het is ongelooflijk, maar deze dames gaan heel erg wat rond, ook hier in Os. De leidrijder natuurlijk is aan de leiding. Wie neemt ze met hem mee? Nicky van der Linden, Evie van Els, Simone van Tilburg en Johnny Vissers. De dame van de mondenplaatjes. Nicky van der Linden volgt op de tweede plaats. En daarachter Johnny Vissers van Vitros Benen. En Vitros op het mooie derde plaats. Dat is een niks. Dan krijgen we een gaatje. En dat is het 253. Simone van Tilburg gaat volgen op plaats nummer 4. Ja, dat is niet de plaats waar je wil rijden. Want de eerste drie die gaan we meenemen naar de finale. De rest is een B-finale. Man, 17 plus, we zijn onderweg met een paar hele rappe mannen hoor. Nog een Mulman, Orange X BMX aan de leiding. Hij neemt dan met zijn mee Jeffrey van de Vietse van de Fietsenvereniging Green Team. Maar Mulman leidt in deze eerste foto. De derde plaats van deze Natuur gaat los. En de vierde plaats is dat bezet door Mark Verstegen van Amersfoort. Dat zijn de eerste vier. En dat zijn belangrijke plekken van de eerste categorie. Onderweg met de Rens van Handel, Arjen van Winkel, Koeroen Koenen, Lars Jansen, Joy van de Bomen, Jordi de Jong.